Een Hollands windje waait door de vlaggen bij de Maaspoort in Den Bosch. Maar vanaf vandaag waait er binnen een andere wind. Ja, Jos, waar zitten we dan? Sportmarketeer Bob van Oosterhout die neemt de noodlijdende basketbalclub over. En hij doelt hiermee op mede-aandeelhouder Jos Frederiks. Samen gaan zij Den Bosch als een bedrijf leiden. En dat is op de lange termijn de redding van topbasketbal in Den Bosch. Er was zwaar weer, dreigend faillissement, spelers die vertrekken. Maar daar moet nu verandering in komen. Wat mij betreft is het gedaan met onzekere tijden op basketbalgebied in Den Bosch. Van Oosterhout, voormalig basketballer en manager in Den Bosch, is al jaren een autoriteit op het gebied van sportmarketing. Hij neemt een gigantisch netwerk en daarmee een behoorlijke zak geld mee. Dat moet ervoor gaan zorgen dat Den Bosch de komende jaren stabieler zal zijn. Het wordt niet meer, zoals in de sport in Nederland vaak gebeurt, een stichting met een amateurbestuur, met veel vrijwilligers. Wij gaan gewoon deze zaak runnen als een business, zoals het eigenlijk in mijn ogen hoort en zoals het in Amerika bijvoorbeeld gaat. Het shooterschip zal moeten gaan drijven en belangrijker nog, varen. Iets wat icoon Rinus de Jong al eerder voor elkaar kreeg, onder meer met de komst van de Maaspoort. Hij gaf een impuls aan het Bossen basketbal en nu ook aan Bob van Oosterhout. Nou, ik heb hem dus aan het eind van vorig seizoen gezegd van Bob, dit is de laatste wedstrijd van topbasketbal in Den Bosch. Dat zal nooit gebeuren, zei hij toen. En zo geschiedde. Het eerste wapenfeit van de nieuwe leiders is er al. De Amerikaanse Antoine Scott is al aangetrokken. I will see you guys October 8th at the home opener. Be there. Het is nou, ik ben er nou van overtuigd dat ik in ieder geval niet meer zal meemaken dat de topbasketbal uit Den Bosch verdwijnt. En dat is een mooi vooruitzicht. Dat vind je niet? Ik vind het ook, ja.